Spirit of Wine. We gaan het vandaag hebben over whisky met Louis. Oh, daar zit hij al, kijk. En als je dan binnenkomt, dan krijg je altijd dit. Hey, het is hey Louis, hi. Hi. Ga dan een keer verder. Telling stories, singing songs, thinking about where I come from. That's the reason why I'm so far away tonight. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling, and now I'm gone. And if I should become a stranger, it would make me more than sad. Caledonia, you're everything I ever had. Goed hoor, Louis. Doe je dit altijd als er iemand binnenkomt? Nou, ik doe het vaak. Ja? Wat een gezelligheid dan gelijk. Ja, maar het is ook een beetje mijn huis. Ik woon hier natuurlijk bijna, want je werkt heel veel. Ja. Maar omdat het ook een beetje huis is, zo moet het ook een beetje voelen. We gaan het vandaag hebben over whisky. En dit nummer hoorde daar een beetje bij, hè? Helemaal. Ja. En even heel kort, wat is whisky? Whisky wordt gemaakt uit graan, eigenlijk afgestookt bier. Dus het is bier wat je gaat distilleren. Ja. Wij gaan het vandaag proeven. We beginnen met deze. Ja, het moet even voorzichtig. Hoeveel procent zit hierin? In dit geval 52,4. Wat? 52,4? Nou, dat wordt hartstikke gezellig, denk ik. Maar het minimum is 40, hè? Het minimum is 40. Dat moet? Ja, verplicht minimaal 40% alcohol. Ja? Hé, en we gaan het erover hebben, omdat whisky zo hip is geworden. Althans, het blijkt uit cijfers dat er explosieve groei is geweest in de afgelopen jaren van liefhebbers ervan. Enig idee dat kan? Het is lekker, dat sowieso. Het is spannend. En het is bovendien heeft het altijd iets mysterieus. Ja, mysterieus? Ja, er is altijd een klein beetje een idee. Hoe komt het nou dat die whisky zo is geworden zoals hij is geworden? Ja. En daar gaan heel veel legendes doen daar over de ronde. En het leuke daarvan is dat niemand zeker weet of ze waar zijn. Daarom zijn het ook legendes. En het leuke van die verhalen die eromheen zitten en de liedjes. En de hele sfeer, hè, als je een kilt aantrekt en je eet haggis in je gewanden van een schaap. En dat heeft bij elkaar allemaal wel ook heel stoers. Ja. Ik denk dat dat wel een belangrijke grondreden is, naast het feit dat het gewoon heel erg lekker is. We gaan het er vandaag over hebben, over whisky, alles over whisky, in NH Spitstijd op de radio onder andere. Met Louis in zijn winkel The Spirit of Wine in Heemskerk. Ja, moet leuk worden.